Hartstikke leuk, jongens. Jongen, we steren even van de Solo en daar hazen staat ik net een hele mooie Halloween afdeling. En we gaan nu naar binnen met Tjitsen. Ja, hoi, aangenaam. Ik ben Tjitsen. Ik werk hier bij de Solo en ik lid hier mee met Shin bij onze Halloween afdeling. Dus kom er even gezellig mee. Wie je mij om? Want er is heel veel zwaaien boeten. Ja, ga naar binnen. Nou, je kent al gelijk gezellig bij ons. Hè? We hebben hier een steltje mooie heksen. Nou, wij hebben verschillende van dit soort poppen. En boven hebben we nog vol meer van dit soort dingen te staan. Ook nog wat goedkeperen poppen. Dit ben echt van die uitgebreide. Deze komen echt helemaal speciaal uit Amerika bij, om hier bij de Solo te verkeerpen. En dan vierde hebben we hier wat indeeld met wat aparte artikelen, wat voor de jeugd is en zo, dat soort dingen. Wat net al te eng is natuurlijk, want het meest enge hebben we boven. Maar hier moet het een beetje tastbaar zijn voor de jeugd natuurlijk, dat die net te bang worden. Nou hebben we hier wat duivel, wat artikelen voor versiering bijvoorbeeld, voor thuis als een feestje georganiseerd of zo. Wat make-up spullen en dat soort dingen. En wat voor mensen geven dit nou? Iedereen komt hier jongens, maar voornamelijk voor studenten, want hey, studentenfeestjes en zo, dat is echt heel populair hier. Maar we hebben echt bedrijven die komen hier, die hebben bijvoorbeeld een spookhoes. Nou, die keep je voornamelijk die hele grote poppen om hun spookhoes mooi te versieren. Maar er is eigenlijk een evenement binnenkort hier in Ljout van Event Z. Nou, die keep je hier echt al je spul bij voor hun Halloween evenement bijvoorbeeld. Ja. Nou, ik denk dat ik dit dadelijk even meeneem voor mijn vriendin. Ja, nou, dat is wel een spannend pakje, hè? Ja, nou, dat wordt toch? Ja, precies. Mooi duels pakje, hier. Ja. En verder, oh, hier nog meer mooie pakjes ook wel. Ja, we hebben van allerlei soorten pakjes. En dat is eigenlijk het leuke bij ons. Daarom zijn er heel veel studenten die natuurlijk bij ons komen. Want al je van die leuke pakjes onderdwaan staat bijvoorbeeld. Kist eigenlijk van allerlei wat verschillende dingen pakken. Zoals bij deze hebben we zo'n rokje, hebben we verschillende zakjes en maskers en noem ze maar op. Al je attributen erbij. Maar we hebben eigenlijk volledige kostuums. Zoals bijvoorbeeld deze van Pennywise. Hebben we bijvoorbeeld, of de Joker en dat soort dingen hebben we ertussen. Dus kist ook zo'n dansje als Pennywise? Nou, ik kan wel een beetje zijn. Ja, dat is echt het leuke hier nog. Alvast een liedje preview. Wij hebben het weekend voor Halloween en het weekend na Halloween hebben we op de Halloween-afdeling acteurs roeren. Dus die hadden dan echt al je kostuums aan om dus de... Nou, meestal schrikken te letten natuurlijk. En echt een spookhoeservaring bij ons te organiseren. Dus dat is echt nog wel een leuk moment om dan misschien Nederlands te komen moest hier het haast. Wanneer is dat? Dat is het weekend voor Halloween. Dus Halloween valt op Jan 30, dat is precies midden in de week. Dus het weekend ervoor en het weekend erna hebben we hier acteurs erin. Maar dat is op de tweede afdeling komen we samen team, want dat is een stuk spannender dan hoe het hier is. Hier is natuurlijk nog wat rustiger. Dus ja, en al je leuke producten. Maar we hebben bijvoorbeeld specifieke dingen van tv-series, zoals ik weet net dat je hem die kent, Wednesday-serie. Dat is een heel populaire serie is dat worden. Nou, daar hebben we ook bijvoorbeeld kleding en attributen van. Dingen van Wednesday. Maar het is een heel populaire serie West, Wednesday. Nou, daar hebben we bijvoorbeeld spul zoals deze hoorn. Oh, is dat net van het famke van de Addams Family thing? Adam's die family, de Wednesday, toch? Ja, ja, ja. Bij die zwarte stutjes inderdaad. Nou, die had ook een hoorn bij haar, die roerin. Nou, die hebben wij dus ook. En dat is gewoon dan eigenlijk een robotje. Ja? Ik zeg rint is eigenlijk, maar... Ja, wat het goed is wel. Ja, begint het te bewegen. Nou, we hebben meer van al dat pattige ding ertussen zitten. Wat het wel heel erg leuk maakt. Van die speciale Halloween ding om echt een leuk feestje te organiseren en dat soort dingen. Ja. Leuk begin. Oh, hier is dit is zo van Wednesday. Ja, dat zijn die stutjes en zo. Ja. En dan hebben we hier bijvoorbeeld het kostuum. Die kogels wel hebben, want ik ga net volle hier op holen. Ik kan wel een mooi proef gaan. Ja, nou, waar weet ik, zo zei ze, pas hem aan. Zie, hebben we bijvoorbeeld het pakje van Wednesday, dat soort dingen al je. Dus al je leuk spul. Nou, gaan we naar boven, hè? Ja, we gaan naar boven hier. Oh, hier heb ik al niet betreden. Al je versiering natuurlijk hier. Hè. We moeten wel een beetje onklaar, maar dat wordt alleen maar meer, des te verder we naar boven. Zo is dit, hè? Even voor elkaar, mosje. Pas op met jonge kinderen. Ja, klopt. Onze Halloween-afdeling kan als eng bevonden worden.
Ja, klopt. Dat hebben we wel een paar keer meemaken. Vooral mijn hele lietse band. En vooral het moment wanneer we dus echt acteurs roeren hebben, dan kan het soms nogal wat schrikwekkend toekomen. Ik ben zelf ook wel eens een keer in zo'n griezelhoes west, dan kwam er hier mij een... Mijn kettingzaag achter me, jongen. Oh ja, nou ja, dat kan je direct verwachten in die weekend. Is dat... Ja, alleen een echte kettingzaag, gewoon nep meer, maar die komt wel echt achter die jongen in. Of een crazy killer clown die mij een machete achter die jongen in, tot dat soort dingen bijvoorbeeld. Klinkt gezellig, joh. Ja, toch? Maar wel een beetje een haunted house bij je zeuren. Nou, je hebt een half apart, je hebt een beetje versiering, als het wat verder naar boven te gaat. Maar het wordt alleen nog maar spannender zometeen. Wat denk ik ook nog? Ik vind dit al spannend. Oh hier, ik vind al door hier misschien. Hier, is een specie. Gaan we het enge gedeelte in, het hoekje van huis. Mijn hele tinnen trap naar boven, daar wordt alleen maar spannender mij. Nou, dan begint het al mijn aantal heksen. Oh jee, dit is ook dit. Nou, kom maar mij en dan ga ik gezellig even naar boven. Oh, gezellig, ik zeg gezellig, zei toe, maar. Spin, Chokbo. Ja. Ik weet net dat Bram dit ik zo leuk vind, maar Bram kent het nog hoor. Ik ken het nog hoor, hè? Ja? Oké, okay, ja. Ben je nog net bang? Ik kom nu twizel, jongen, hij is wat bent. Oh, shit. Nou ja, dan ben we hier nu op de Halloween-afdeling. Jij stoort al nergens popmarkt in, maar staat boven ook misschien. Ja, oh ja. Ja. Ja, dat is wel een attractie bij u. Want dit is een zolder oors net broek? Nou ja, normaal broek nu het altijd voor al je verschillende thema's, zoals Christweer en dat soort dingen. Alleen dit keer wordt het themaplein echt alleen beneden en bloot dit Halloween. God op den duur gaat het wel een keertje dicht natuurlijk. Wanneer Halloween echt voorbij is, dan wordt deze afdeling afsluiten. Maar we horen hier wel het Halloween. Ja. Het is het wie elke keer een gedoe, maar elke keer afbreken en weer opbouwen. Dus het themaplein gaat nou naar beneden. Klaske, dat is Klaske. Ja, dat is Klaske. Hey, Klaske, hoi. Goeie, heb je hier contact met die? Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. Dus toen had je die al ingericht, Jere? Samen met hem. Ja, dat hebben we samen helemaal die in. Alles, ja. En wel is je dan door inspireren? Terug inspireren, ja, Halloween. Dus dat is het leukste natuurlijk. Hè. Dat hebben we Ingrid hier, dus dat dan echt helemaal volledig ons ding bij Solo. En dat mij we helemaal uitpakken. Dus ja, wij zijn heel creatief. Dus vandaar, alles hierboven, ik. Allemaal mooi, allemaal indeeld. Want je bent ook volle meer solo's. Ik weer voor me vorige week in Purmerend. Zit ik een solo. Zeg wel het Halloween ding. Doen we nog voor meerdere winkels of alleen voor jou? Nee, wij doen het eigenlijk alleen voor Loud, omdat wij hier staan. Ja. Ik heb zelf nog wel dat ik dan een stukje Assen doe. En vorig jaar heb ik dat ik nog Groningen dien. Maar wij doen het hier. Wij willen natuurlijk winnen. Dus... Ja. Winnen? Ja. We doen een wedstrijd. We doen een wedstrijd met alle solo's. En dan degene die het mooiste opzet had natuurlijk. En het beste omzet draait had. Die wint de prijs. En dan kunnen we van die prijs kunnen we het eten gaan met de hele team van ons. Dus wij willen natuurlijk wel winnen dit jaar. Vorig jaar hebben we... Vorig jaar hebben we won en het jaar daarvoor. Oh, je bent al vaker won. We hebben heel vaker won, ja. We willen wij winnen natuurlijk. Dus we gaan er weer voor. Daarom pakken we weer helemaal volledig uit dit jaar. Dus... Hoe vind ik het nou nog wat lucht, Jere? Maar ik heb in die weekend dan dat je zo spannend is, ik dan de lucht nu of mag het zijn? Want oors als het te donker is, zuggen de klant de producten ik net. Nee. Dus we moeten het wel op deze manier erin dwalen. Want oors als het te donker is, dan moeten ze allemaal ziekje weer de producten binnen. Ja. Dat is ik net echt handig. Nee. We voelen het wel donker, maar het mocht net. Nee, snap ik wel. Zelfs dit vinden ze nog te donker. Want wij dit gedeelte, dit is het spooky gedeelte samen met hier, wanneer we inkomen. En dat is dan wel wat donkerder dan de rest van die kant. Eigenlijk mij het net. Maar ja, wij willen toch wel een beetje spooky horen. Ja. Dus, Is dat ook het leukste tier van hier voor je? Jazeker. Ja, dit is echt het leukste. Wat we... Wij maken Halloween ook het breedst uitpakken. Soms steeds, want Christus hebben wel wat dingetjes met thema en we kunnen wel wat decoratie doen. Maar Halloween maken we echt heel breed uitpakken altijd. Dus dat is het leukste om te doen natuurlijk. Dan maken we echt helemaal losgaan. En dan kunnen we het meeste versieren hier. We broeken eigenlijk bij de versiering eigenlijk alleen de producten die wij jezelf echt verkeerpje. Dus wat de meeste jongen versiering shirt, dat kiezen je echt zelf keepje. Kies eigenlijk dus ideeën op van hoe ze het zelf thuis willen versieren bijvoorbeeld. Ja. Als we zaak thuis dan? Nou, ik net volle. Maar ik vind het leuk om hier te versieren altijd.
En toen was het dus ook al eens... Nee, zeker net. Nee, nee, helemaal. Juist, nee, tegendeel. Nee, je kan gewoon helemaal creatief zijn en alles. Ja, hoe ik het wil, maar ik het gewoon helemaal del zet. En dat is wel heel leuk. Ja. Nou, leuk, zullen we even verder? Maar even, ik heb iets zo'n spooky gedeelte, dus dan moeten we daar ook even heen of zelfs. Een partykostuum hier, zeer mooie partykostuums. Ja. Boland. Boland, wat is Boland? Boland is een leverancier waar wij de spul van krijgen. Dat is een bedrijf die levert dus al een keer feestartikelen en Halloween spullen. Dus waar verschillende leveranciers die het... Kijk, is eigenlijk wel heel horendal worden van al die dingen. Ja, nou, op den duur jest het niet meer, hè. Soms, nee? Soms maar via een hele dag steen, maar op den duur jest het niet meer. Dan gaat het in hier in en door hier, gaat het er weer uit. Want maar het net te druk om uit, zoals was het inderdaad echt helemaal gek in de golf. Ja, een beetje, maar dan was misschien wel een beetje prikkelarm, zo zeggen, maar... Ja, aan het eind van de dag best wel moe. Ja, dan is dan best wel blij dat het even stil is om me hol, inderdaad. Even stil. Want dit is makkelijk in één keer wel gehoord. Hoe gaat dit? Hoe triggers dit nou dan? Ja, deze is de matbatterij in. We gaan eentje boven staan. Die maakt dat het goed is vol ongeveer. Sure, en boven. Oh, je reageert op geloord? Ja. Ja, ze reageert alles op geloord, ja. Heel veel reageert hier op geloord, ja. Maar zelfs bijvoorbeeld deze, die zit een sensor hier in het boek. Oh, dus als het voorbij rent, dan gaat die on. En dan begint hij te praten. Maar die kist ik nog instellen, maar dat er dus op geloerd werkt of dat er continu omloopt. Die heb ik nog. Maar is steeds meer een trend? Want ik zou zeggen, als je bijvoorbeeld Christ, als je bijvoorbeeld herten in de tuin, en al jachten en zo, is het steeds meer een trend dan dat mensen bijvoorbeeld zo'n heks in de tuin zetten of zo? Nou, het begint je wel heel populair te worden. In Noorden wie normaal nooit zo populair, hè? Halloween en carnaval en dat soort dingen is in Noorden net populair. Meer in Brabant en zo, maar het begint je wel echt het erin. Dit is eigenlijk echt de grootste omzetperiode voor u, voor de solo. Waar soms dat we traaien kassa's hamat om überhaupt te rijden te handelen. Vooral de laatste weken. En het is voornamelijk echt die studenten. En voornamelijk echt studenten die uit de Ronstedt komen om je feestjes te vieren. Hè? Met de oorvreun van hun. Nou, die kom je in, die keep je bak, een spul hierin. En het wordt alleen maar drokker en drokker hier. Ja. Dus het is wel een trend die echt ontgroeien is hier. Hè? Ja, natuurlijk, dat snap ik. Ja. Ja. Dat is ook steeds meer beschikbaar natuurlijk. Hè? Dus ja. Dan, ja. Klopt, en het komt origineel natuurlijk uit Amerika. Wij, hè? Ja, ja. Daar is het eigenlijk begonnen. Alleen, ja, we zien dat het je wel erg onloopt voor iedereen. Just buried. Nou, dat is mooi, hè? Dat zag ik aan dek. Ja, precies. Leuk, hè? Ja, dat hebben we dan zelf hebben bedacht. Dat is Klaske's idee. Die vond dat uit. En dachten we van, nou, dat gaat. Dat wil echt niet mijn eigen is, van Just Buried, dat hij zelf bedacht. Ja, ja, want die skeletten die erin zitten, nou, die verkeep je, hebben we dan te keer bijvoorbeeld. En die pakjes kistbuurskeep je. Maar via het hele idee, dat hebben we dan zelf er weer omheen bedacht. Ja. En dan ook om meest in Sint te leren van, hey, dit keer strek met wan bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Gewoon een paar dingen in elkaar zetten en dan haast een hele set. Ja, leuk, leuk. Dit is een spooky gedeelte. Ja, de gore en de spooky met alle poppen en bloed en ingewand en lichaamsdelen en zo. Je leidt hier bijvoorbeeld op een ziekenhuisbed die we er midden zagen. Nou, dat is lekker gezellig, toch? Ja, wat denk je dat het meeste net zijn oorspreekt om zo'n ding te... Ja, Nou ja, de ben ik meesten die vinden horrorfilms geweldig. Mm. En die vinden dit dan ook weer geweldig natuurlijk. En het is ook weer een reden om weer een feestje te vieren natuurlijk. Hè? Ja. En de meesten horen van feestjes vieren. Dus wat het thema ek is, hoe gek het ek is. Zolang er een feestje is, dan vinden meesten het prachtig. Dus, en het is natuurlijk een reden om te verklaren zonder dat die hoeft te schamen of iets. Het is de gekste pakjes om en het is gewoon oké. Okay. Ja, het is in die zin natuurlijk wel in alles kennen eigenlijk. Want je hing je zoals je het kennen eigenlijk net gekken nog. Nee, precies dat. Iedere kist alle kanten op mijn Halloween. Dat is het hele leuke eromheen. Dus kist, zoals deze, die had een bloody nurse pakje aan. Maar ja. Kist eigenlijk een crazy clown worden, of weet ik veel wat. Betekent maar hoe gek als het was. Ja. En kist het warm mijn Halloween. Dat is het leuke. Ongelooflijk, stek een paar handen hier in de buikwaai of zo. Ja, interessant. Ja, precies. Ja, dat hebben we eigenlijk bedacht. Joh. We denken van, nou, wat zijn we dit hier dan? Vorig jaar gingen we dan een bijtje te lezen en daar hong in boven krijgt of worden dat ziel omheen glutsen of zo. En die ziet te shaken. Nou, we dachten, dit hier maakt het wat oorzen, dus dit hier gaan we slachthoes ervan maken. Ja. Slachthoes idee. Nou ja, en dan gaan we dit van maken en
Hier hebben we bijvoorbeeld over naar de Crazy Clown Circus. Ja, de clowns ben ik misschien ook altijd heel erg spannend geweest, en clowns. Ja, sommigen vinden het eng en sommigen vinden het prachtig. Nou ja, we hadden dus hier de door eruit halen en hebben we zelf een door hier maken van tralie idee. En daar hebben we een aantal clowns achter zetten om het weer een oor-effect te gaan. Nou, dan bijvoorbeeld als het iets van clowns ziek is, dan ga je hier om de hoek en daar haast al clownproducten te keer bij jus. Ja, ja, ja. Als er bijvoorbeeld dat thema een feestje organiseren was. Nou, dan clown thema. Als clown thema bijvoorbeeld, dan hebben we alles haar op thema's te hingen. Dat kun je hier heel goed zien. Ja, ja. Oh, ik ga Bassie nog net, jongen. Nee, zie, we hebben bijvoorbeeld het clown thema hebben we hier. Dan hebben we hier het duvel thema. Dan hebben we hier in de hoeken de Day of the Dead hebben we dan te hingen. Nou, alles hing het hier dus echt specifiek op thema. Zodat mensen echt specifiek een thema in een idee hadden, dan kunnen ze dat hier ziekje. Ja, want dat is een beetje de Dia de la Muerta of zoiets, het Mexicaanse feest ook, het feest van de doden. Ja, klopt, ja, klopt, ja. En de Day of the Dead noemen we dat bijvoorbeeld. Dat haast al je verschillende versieringen, maar ook maskers en dat soort dingen erbij. En dan gozier weer een oording, maar we hebben hier erop ook spin en oorvieze beestjes en dat soort spul. Bijvoorbeeld als extra versiering erbij te doen. En natuurlijk weer een hele rij poppen. Want ja, poppen. Dit hier hebben we wel heel vol mee poppen dan het hier ervoor. De trend is poppen? Ja, heel veel mensen die willen deze pop, maar die vinden het prachtig. Gewoon zo'n pop even in Hoersdel zetten en die gaat lekker daar zijn te doen. Dat is prachtig. Dat jouw wel weer een heel effect natuurlijk. Ja, roze aan Chris bij hem, hè? Ja, ja, precies. Oh. Ik ben in het laatste op achtergrond. Ja, nou, de lakertje de hele tijd rooi, hè? Maar elke keer. Dan kan je nog eens een fotograaf vertellen, dan laak het altijd in, hè? Precies. Oeh, hier heb ik nog iemand een. Wat zei het? Oh. Nou, zussen beginnen met het laatje natuurlijk. Ja, ik kan een goede grap vertellen, denk ik. Ja, geweldig toch? Ja, leuk, hè? Ja. Soort nekkelijk in de hoors nemen, denk ik, maar. Nee, ieder west zijn ding natuurlijk. De ene die vindt Halloween weer net zo bot leuk, maar de oren die vindt het dan wel weer prachtig en die organiseert weer een heel feest. En sommigen broeken het, zoals ik zei, bedreigd voor een haunted house bijvoorbeeld. Die komen hier echt om voornamelijk die poppen te keepje. Ja, misschien wel leuk voor in de lunchkantine of zo, hè? Dat zei ze van, nou, dan hebben we nog een soort van thema in de lunchkantine bij Halloween. Ja, bijvoorbeeld. Of dus zegt ergens een pop om een hoekje del om hier even schrikken te leren. Dat is echt leuk om te doen, toch? Ja, dat is echt. Hij staat even een lachertje voor de dij. Ja, ja, ja. Precies. Nou ja, hier zijn we hier nog wat maskers natuurlijk ertussen. Ja. Ja. Klaske is druk bezig met op naar indelen. Want we krijgen nog steeds nieuwe producten binnen. En het bloot echt maar binnen stromen. Oh. Dus het is echt. Ja, je dat begint er al, hè? Dat begint al wel in Bram, denk ik al, hè? Ja, joh. Een heks, dit is een heksding. Ja, het is een mix van een heks en een clown in één. Oh ja, 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 dit is dit ook een beetje. Ja, wat is dit? Een soort van. Dit is een clown, vrouwelijke clown. Dit is een vrouwenclown, dit. Ja. Hallo. Ja, leuk toch? Nou, prima. Ja, ik nog al je kostuums voornamelijk. Dit is echt voor die capes en dat soort spullen. Maar we hebben bijvoorbeeld voor Ben. Kostuums voor band, kostuums voor volwassenen. Want jeugd vindt het echt leuk. Bijvoorbeeld mijn squallendogger zegt wel eens van die spooky tochten door het bos kennen. Oh, dat organiseert ze dan echt wel. Nou, die meesten komen hier dan echt om bijvoorbeeld spul te kepen. Om voor hun spooky tocht mijn squallen te doen. Ja, snap ik. Ja. Nou, Klaske die laat je nog even de laatste hoorn hier. Of net de laatste hoorn, dat weet ik niet. Maar die is hier nog zo'n inrichting, is je ook wel. Ja, klopt, inderdaad. Even weer verhoringen. Om een nieuw spul naar binnenkring. Dus bloe ik altijd bezig met ja, hele stellingen weer ombouwen. Dus dat is elke keer bij oors. Wat druk is deze? Ja, zeker. Het is heel volle werk, ja. Maar dat is het begin. Straks dan is het kleren krijgen met mijn nieuw spul en dan is het uitverkopen. Ja. Ja. Nou, leuk. Bij ze nog. Er zit een mooi ding tussen, ook wel. Ja, zeker. Hele mooie dingen, ja. Voor ieder wat wils. Kerst van alles hier wil. Dat hij net het krekkel zijn. Echt alles. Een clown of een Spaanse señorita. De bloederige gedeelte. Dus kerst van alles hier wil krijgen. Ja. Geweldig. Ja.